Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Edwin van Eck, mede-eigenaar van Van Eck Video Services. Ik krijg regelmatig de vraag of je zelf je Super 8 filmpjes over kan zetten. Het antwoord hierop is dat kan. Echter, er komt nogal wat bij kijken en de kwaliteit van het overzetten die kan slecht zijn. In deze video laat ik zien wat de verschillende mogelijkheden zijn om je films zelf over te zetten met relatief eenvoudige middelen. Ook laten we de resultaten zien als we de filmpjes professioneel door ons laten overzetten. We gaan niet in op de techniek van professionele filmscanners die vele tienduizenden euro's kosten. We beginnen met de meest eenvoudige manier van overzetten. En stap voor stap brengen we verbeteringen aan in dit proces om het iedere keer wat te verbeteren. Aan het eind laten we ook zien wat de resultaten zijn bij professioneel beeld voor beeld scannen door Van Eck Video Services. Met deze informatie kunt u zelf wel onderbouwd voor uw eigen situatie de beste keuzes maken voor het overzetten van een kostbare herinneringen op Super 8 of Dubbel 8 film. In deze film ga ik ervan uit dat de films goed geprepareerd zijn. Dat wil zeggen dat ze een goede aanloopstroken hebben, schoon zijn en geen beschadigde perforaties of lassen hebben. Dit onderwerp behandel ik in een andere video. Voor de artikelen die we tonen in het filmpje, als ook het professioneel laten scannen van films, kunt u bij ons terecht. Ook voor onderhoud en reparatie van een film- of dia-apparatuur bent u bij ons aan het juiste adres. We beginnen met de meest eenvoudige manier van overzetten. Afspelen en opnemen van het scherm. Dit is de meest eenvoudige manier. Met uw projector de film projecteren op het scherm en met een camera opnemen. Wat opvalt hierbij is dat het beeld niet stabiel is en erg veel flikkeringen heeft. Dit is op te lossen door de snelheid van de projector zo aan te passen dat deze overeenkomt met de snelheid van de camera. De snelheid van de projector aanpassen aan de camera. Ervan uitgaande dat u een palcamera gebruikt, die met 25 of 50 beelden per seconde opneemt, dient de projector op 16 2/3 beeldjes per seconde te lopen. Dit komt als volgt. Super 8 projectoren die hebben een vlinder met 3 bladen. Dat wil zeggen dat ieder beeldje wordt kort achter elkaar 3 keer getoond. Bij 3 keer 16 2/3 kom je dan precies uit op 50 beelden per seconde, hetgeen synchroon loopt met uw camera. En daardoor er geen flikkering meer in het beeld is. Sommige projectoren, zoals de Elmo GS1200, deze kan je instellen op 16 2/3 beelden per seconde. Bij andere filmprojectoren zijn er soms modificaties mogelijk om deze snelheid in te kunnen stellen. Voor sommige projectoren verkopen wij ombouwsetjes om deze modificatie aan te brengen. En ook kunnen wij in onze werkplaats de benodigde aanpassing aanbrengen aan uw projector. Let wel, niet alle filmprojectoren zijn geschikt om makkelijk aan te kunnen passen om deze snelheid te laten lopen. In dit voorbeeld gebruiken wij een Bauer T502 die we hebben omgebouwd met onze variabele snelheidsregeling. Voor de juiste snelheid in te stellen gebruiken wij een snelheidsmeter. Om de projector in te stellen op 16 2/3 beelden per seconde dient de meter 100 aan te geven. U ziet nu dat het beeld veel stabieler weergegeven wordt. Bij deze manier van overzetten wordt het beeld echter niet recht weergegeven. Dit komt doordat de camera niet in één lijn staat met de filmprojector en hierdoor een vertekening optreedt in het beeld. De randen zijn dus scheef. Dit is op te lossen door het gebruik van een telescreen met ingebouwde spiegel. Traproze regeling en opnemen van telescreen. Bij het gebruik van een telescreen staat het beeld recht voor de camera. Er is geen schuine randen. Ook is hier duidelijk dat de beeldkwaliteit al beter wordt dan bij rechtstreeks van het scherm opnemen.
Het probleem is echter wel dat er een duidelijke hotspot, dat wil zeggen een fel licht in het midden, aanwezig is. De 150 watt lamp die gebruikt is in deze projector, die geeft eigenlijk te veel licht voor het overzetten met een telescreen. Nou, nog een stapje verder. Gebruik van regelbare LED-verlichting. Door gebruik te maken van een regelbare LED-verlichting kunnen we de lichtintensiteit beter afstemmen voor het gebruik van een telescreen. Tevens kunnen we hiermee overbelichte of onderbelichte stukken film beter overzetten. Door de lichtintensiteit goed te regelen is de hotspot een stuk minder. Deze manier van overzetten geeft al een redelijk beeld. Echter, dit komt niet in de buurt in vergelijking met het beeld voor beeld laten scannen met de professionele filmscanner. Resultaat professioneel inscannen. Hierbij laten we de resultaten zien bij het professioneel inscannen door VanEck Video Services. Links ziet u het beeld zonder beeldverbeteringen, zoals ze rechtstreeks uit de scanner komen, en rechts met beeldverbeteringen. Zoals u kunt zien, is het mogelijk om zelf uw filmpjes over te zetten. Echter, hier komt in de praktijk toch het nodige bij kijken en de kwaliteit komt niet in de buurt bij het professioneel beeld voor beeld laten scannen. Hopelijk heeft deze film u wat duidelijkheid gebracht in hetgeen mogelijk is en kunt u voor uw eigen situatie de juiste keuze maken voor het overzetten van een kostbare herinnering in Superacht.